Abbas Agneta Veldskeuk kan het zich permitteren om als een kluisnaar aan de Zweedse kust te leven. Sinds haar natuurlijk miljoenen die ze verdiend heeft met ABBA. Maar voor haar nieuwe plaat kwam ze eventjes de deuren uit. Ze heeft één interview gegeven en wij hebben daar de hand op weten te leggen. Alle roem die Agneta Veldskog door ABBA krijgt, kan er gestolen worden. Ze heeft een hekel aan de pers, maar voor een aardige Zweedse televisiemaker maakt ze een uitzondering. Hallo daar, Agneta. Hey Christian. Hur är läget? Tack, det är bra. Det är jättebra här. Na 17 jaar is de 54-jarige Zweedse terug met een nieuw soloalbum, My Coloring Book. Jag själv har hållit på i, det är väl inne på fjärde året nu som jag jobbar med den. Så att det känns väldigt skönt att den kommer ut nu och att vi har klarat av det och att det blivit så bra som det har blivit. Hoewel we Agneta allemaal kennen van ABBA, is dat niet het begin van haar muzikale carrière. In de jaren 60 neemt ze als blonde tiener al 5 albums op. Dat die periode belangrijk voor haar is geweest, mag duidelijk zijn. Haar nieuwe album staat vol met Agneta's favoriete oldies. Je har lyssnat på hundratals, tusentals låtar under en väldigt lång tid. Och det har inte varit helt lätt att välja ut låtarna, men... Alsof het allemaal niet mooier kan, mag ook dochter Linda een nootje meezingen. Veel wil Agneta trouwens niet kwijt. Wie meer over de persoontje te weten wil komen, moet maar goed naar de nummers op het album luisteren. De här låtarna betyder väldigt, väldigt mycket för mig. För att det har med min uppväxt att göra. Och låtarna finns inne i min själ, kan man säga. Så att... Ja, nou, die single in Nederland gaat hartstikke goed. Die staat op nummer 20 in de Megatop 100. Dus dat is echt een hitje aan het worden. En we hebben het wel eens over gehad dat zij niet durft te vliegen. Nou, dat heeft eigenlijk een soort geschiedenisje met één trip te maken gehad heeft naar Engeland. Eerst kwam ze in Engeland aan, waar ze eigenlijk helemaal geen zin in had. Maar ze dacht, nou, ik ga het gewoon doen. Ze komt aan in Engeland en ze sodemiet het van de trap. En ze was bont en blauw. Toen ging ze terug en toen dacht ze, ik durf niet te vliegen naar deze ellende. Ik pak de bus en dan kreeg ze een busongeluk en ze werd meteen het ziekenhuis opgenomen. Dus dit is een teken, ik ga dus niet meer weg. Die dochter heeft al eerder een duetje meegezongen op een kerstalbum. En verder, iedereen die Zweeds begrijpt, ik weet niet, wij konden niemand vinden die Zweeds kon ondertitelen. We hebben gegokt en we weten dat Agneta klopt, maar de rest weet ik eigenlijk niet. Ik vond dat zo'n indrukwekkend interview waar wij de hand op wisten leggen. Heb je die plaat gehoord? Is het ook goed nog? Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik dacht wel, het klinkt een beetje jaren 60 of zo, maar het klopt, want het is een cover van Cilla Black, dus dat klopt. Dat heb ik ook net gehoord, dat wist ik helemaal niet.